Zo, mag ik van harte welkom heten natuurlijk de distresscommissaris. Helaas moet u me op verschillende plaatsen ontmoeten, kan niet anders. Distresscommissaris van Paramaribo natuurlijk en bestuur van Surikom Park, meneer Baron en alle overige nodigden. We gaan protocol even kort houden. Ik sta hier namelijk omdat ik het heel belangrijk vind, maar de ding moet niet te veel doen, maar het ligt op mijn gewicht misschien. Ja. Wij van Godot zijn in dit project gestapt omdat wij geloven in micro-ondernemerschap. We geloven zodanig erin dat wij ons ook internationaal hebben vergaderd. Wat hebben we gedaan? We hebben recentelijk zijn we toegetreden tot het Caribbean Microfinance Alliance. En daar zijn we alle microfinancieringsinstellingen bij elkaar komende om te helpen daar waar het nodig is. In Suriname zijn er 5 van dit soort instellingen. We noemen ze MFI's. En ze hebben verleden aan mij gevraagd, wil je voor ons een aantal zaken doen? Ik heb gezegd, heel graag. Dus ik denk dat ik die hele groep van microfinancieringsinstellingen gewoon naar Surikom Park ga brengen. Want ik weet uit de dossiers dat er een heleboel ontwikkeling hier van de grond geslagen moet worden. En als ik kijk naar wat er allemaal daar staat aan kleine bedrijven die moeten opstaan, die moeten ontwikkeld moeten worden, dan geloof ik dat het heel erg belangrijk is. De heer Talani heeft daarnet aangegeven dat wij mogelijkheden gaan uitzoeken om u te helpen. Dus als er kleine ondernemers hier zijn, schroom niet. Meld je aan bij Surikom Park. En zij begeleiden jou naar ons, of kom naar ons. We hebben speciaal een MSME-unit om je te helpen. Om ervoor te zorgen dat ontwikkeling van de grond komt. Want hoe je draait of keert, de motor van economische ontwikkeling in dit land, en alle landen, maar bijzonder in Suriname, daar maak ik me zorgen om, dat is gewoon ondernemerschap. En ik denk dat hier de kans is voor je leven om dat te benutten. Dus ik wil iedereen die hier nog niet van gehoord heeft, vragen om zo gauw mogelijk te komen. Meneer Baron, en u gaat een luxe probleem krijgen, want die mensen gaan komen. Ik had u gewaarschuwd. Ze gaan komen omdat hier Suriname moet de voedselschuur worden. En het is me opgevallen, de DC heeft het aangegeven, dat die minister van LVV niet zo denkt, maar zo denkt. Dus heel breed. En ik vond dat heel prettig, omdat ik ook niet klein kan denken. Dus meneer Baron, we gaan proberen samen met u, Godot aan de ene kant als financiële instelling, en Godot versterkt met anderen. En Surikom Park, we zijn coöperatief, we gaan proberen om coöperatief deze zaak aan te pakken. En Surikom Park wordt de beste groene stad in Suriname. Dank u. Dank u wel, meneer Watson. Ik wacht even op een signaal.